Ik ben Steven de Groot, ik ben lector innovatief ondernemen, de Zuidhogeschool. Ik ga het vandaag hebben over kennismanagement. In het verleden veel gedaan, overheden, MKB-bedrijven. Actueel ook in mijn onderzoeksgroep, we kijken wat de rol van kennis is in organisaties. En actueel uitstroom oudere medewerker en behoud van kennis, hoe doe je dat? Wat zijn de tips en trucs? We hebben er veel onderzoek naar gedaan, daar wil ik vandaag iets over vertellen. Bij het nadenken over kennis, de rol van de oudere medewerker erin, onderkennen wij eigenlijk 4 stapjes. De eerste stap is op het moment dat de organisaties denken, hey, verrek, medewerkers vertrekken, al dan niet oud. Is eigenlijk de eerste vraag is welke kennis is eigenlijk relevant voor je organisatie, voor processen, voor strategie enzovoort. Meestal starten organisaties iets bij de tweede stap. Wat weet die oudere medewerker eigenlijk? Kunnen we al die kennis uit zijn hoofd halen of niet? En ik denk dat je met die eerste stap moet beginnen om eerst te kijken welke kennis is relevant voor je organisaties. Een derde stap is vervolgens om na te denken, als we weten welke kennis overdraagbaar moet zijn, we willen borgen en behouden en overdragen. Dan moeten we daar een aantal keuzes voor maken. En tenslotte gaan we werkelijk het overdragen van die kennis opdat de oudere medewerker kan gaan vertrekken. Mijn naam is Lindy Molenkamp. Ik ben verantwoordelijk voor de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel. Wij weten dat we ongeveer 50% van onze mensen de komende 5 jaar met pensioen gaat. Dat lijkt heel veel en dat is heel veel. En wat wij proberen is juist die kennis van die mensen te borgen in dus processen. Zorgen dat dat vastgelegd wordt in handleidingen en richtlijnen. En tegelijkertijd tijdige vervanger aannemen, zodat die ingewerkt kan worden door de oude rot in het vak. Dat proberen we natuurlijk te doen. Dat kan relatief makkelijk als iemand met pensioen gaat. Als iemand van baan wisselt, ja, dan is de opzegtermijn vaak 1-2 maanden. Ja, dan moet je eigenlijk aan de voorzijde gezorgd hebben dat dat geborgd is. En daar zijn we ook mee bezig met asset management. De eerste stap is om na te gaan welke kennis relevant is voor de organisatie. Om pas daarna te kijken, die oude medewerker, in welke mate speelt hij daar een rol in? Onze ervaring is toch wel dat op het moment dat oude medewerkers vertrekken, organisaties druk zijn om te kijken, hoe halen we dat uit de hoofden zonder na te gaan, zonder bij de vraag stil te staan welke kennis is voor ons belangrijk. Dus eigenlijk op 2 manieren kan je kijken naar de rol van kennis die belangrijk is voor een organisatie. Je kan kijken welke kennis is de komende jaren van strategisch belang voor een organisatie. Welke markten, welke producten en diensten. Je kan ook heel erg operationeel kijken, wat voeren medewerkers uit en wat is de rol van kennis daarin. Dus welke kennis is belangrijk in de toekomst voor een organisatie? Welk type kennis is dat dan? Wat voor vakkennis, wat voor organisatiekennis, wat voor omgevingskennis? En verder moet je ook kijken, is kennis op het juiste moment beschikbaar in de juiste vorm, de juiste plaats, de juiste kwaliteit en ook tegen de juiste kosten? Met het analyseren van de kennishuishouding, ik noem het al even, je kan natuurlijk kijken naar de strategie van de organisatie. Waar gaat de organisatie de komende jaren heen? Welke markten gaan ze bedienen? Wat speelt er intern? Wat zijn processen? Wat zijn nieuwe technologieën? Wat zijn economische ontwikkelingen? Om pas daarna de slag te maken naar eventueel wat weet die oudere medewerker daarin. Je zou ook nu kunnen kijken, wat zet de organisatie op dit moment af? Wat zijn klanten en hoe ziet dat in de toekomst uit? Dus wat is het onderscheid tussen huidige kennis en tussen nieuwe kennisgebieden? Ook zou je kunnen kijken naar nieuw business en bestaande business. Is daar nieuwe kennis of bestaande kennis voor nodig? Bij het analyseren van de kennishuishouding, dat doen we eigenlijk. Het in kaart brengen wat is relevante kennis voor een organisatie. Is de vorm belangrijk? We kijken bij de oudere medewerkers vooral naar de mens als kennisdrager. Maar je kan ook kijken wat zijn andere informatiedragers zoals papier en ICT. Heeft die oudere medewerker zijn eigen archief? Heeft hij dingen opgeschreven? Heeft hij eigen methodes expliciet gemaakt enzovoort? Heeft hij instrumenten of machines ontwikkeld waar zijn kennis in gestold is? Dus niet alleen de medewerker is belangrijk, maar ook hetgeen die de afgelopen jaren expliciet heeft gemaakt. Verder moet je ook kijken, is die kennis actueel of is die verouderd? Is die nog betrouwbaar? Is die direct toepasbaar en aanleiding om dat soort kenmerken? Weet de medewerker dingen of reproduceert die dingen? Daar kom ik zo nog even op terug. Om wat meer grip te krijgen op, is de medewerker, weet die dingen, begrijpt die dingen? Gaat het over feiten? Gaat het over methoden? Gaat het over relaties die kent? Om werkelijk de slag te maken naar het overdragen van kennis. Het is ook natuurlijk belangrijk van met wie spreekt de medewerker? Wat is zijn plaats in de organisatie? Met wie praat hij veel? Wat is zijn rol in een netwerk? Met wie heeft hij veel contacten? Waarom? Is dat binnen? Is dat buiten? Dus de plaats van kennis met de medewerker als drager is een belangrijk punt. En tenslotte het tijdsaspect. Welke kennis gebruikt die oudere medewerker eigenlijk vaak? Is dat dagelijks? Is dat af en toe?
En als hij bezig is met kennis en nieuwe kennis verwerven, hoe deed hij dat dan? Heeft hij kennis vaak nodig? Was hij lang bezig met het zoeken? En welke bronnen gebruik je daarbij? Onze medewerkers zijn heel goed getraind, hebben vaak jarenlange ervaring en heel veel informatie en kennis zit in het hoofd. En wat wij proberen is die kennis vast te leggen. Eén door processen goed uit te lijnen, zodat iedereen weet wat hij doet, wat van hem of haar verwacht wordt. En daarnaast proberen we ook op centrale plekken in de organisatie die kennis te borgen. In handleidingen, in richtlijnen en zoveel mogelijk overdracht. Overdracht tussen de nieuwe generatie en de komende generatie. Ik ben Arno Schoenmakers, ik werk bij de provincie Overijssel als teamleider van het team wegverkeer en beheer. En ik ben Mariette Ruiter, ik werk ook bij de eenheid wegen en kanalen van de provincie Overijssel. En ik ben projectleider binnen het programmateam Asset Management. Wij brengen de kennis van medewerkers inzichtelijk op verschillende manieren. Dat doen we onder andere door intranet te gebruiken, waarbij iedereen aangeeft wat hij doet. Daarnaast hebben wij ook onze functieprofielen, waar eigenlijk in staat wat er van een functionaris wordt verwacht. En daarnaast hebben we binnen ons asset management systeem, ons sturingssysteem zeg maar, op beheer en onderhoud, hebben wij per functie ook aangegeven welke trainingen er nodig zijn om die functie goed uit te kunnen vullen. Als we daar een beetje beeld bij hebben, wat is belangrijke kennis voor de organisatie, voor een functie, gaan we kijken naar de medewerker. Wat weet hij eigenlijk? Wie kent hij? Wat kan hij? Wat weet hij? Wat is zijn kennis? Wat kenmerkt eigenlijk de expertkennis? Vaak zijn toch oudere medewerkers worden toch verondersteld experts te zijn. Maar wat is nou eigenlijk expert zijn? Waarin is die expert dan? Welke kennissoorten hebben we het? Hebben we het over vakkennis? Hebben we het over organisatiekennis? Hebben we het over omgevingskennis? En we willen ook kijken naar bepaalde kenmerken die ik net al noemde. Is een oude medewerker, heeft hij veel feitenkennis, heeft hij veel methodekennis enzovoort. Daar kom ik zo nog op terug. En belangrijk, wat ik net ook al noemde bij de verschillende kennisdragers, is de oude medewerker vooral de drager van die kennis? Is die kennis, zit die in zijn hoofd, is die impliciet? Of is die ook buiten de persoon? Is die opgeschreven? Heeft die dingen vastgelegd? Heeft die methodes ontwikkeld? Zijn er notules? Heeft hij eigen ervaringskennis opgeschreven enzovoort? Ik heb een voorbeeld. Ik wil een voorbeeldje tonen van kennis van Rijkswaterstaat. Hier in dit huis hebben we dat ontwikkeld. Van verschillende vakkennis, omgevingskennis, organisatiekennis en ondersteunende kennis. Waardoor een beetje een beeld te krijgen is waar we het over hebben. Wat maakt nou een expert en wat is expertkennis? We hebben in het verleden voor veel organisaties waar dit aan de hand was, onder andere banken, verzekeringen, hebben in kaart gebracht hoe kun je nou, wat weet die medewerker, wat is expertkennis? Een handige manier om dat te doen is gewoon het werk van iemand langs te lopen. Vaak een dominant werkproces, in het geval van Nationale Nederlanden of een bank is dat het maken van een polis. Waarbij de eerste stap begint met een telefoontje, waarbij de medewerker vragen gaat stellen. God, met wie spreek ik? Bent u hier bekend? Hebben we al een polis van u? Bent u al ergens gewijzigd? Enzovoort. En vervolgens gaat die persoon allerlei vragen stellen om erachter te komen hoe die vervolgens een polis op kan stellen op het moment dat die persoon de telefoon oplegt. In dit geval de casus die ik toon achter mij gaat over het verzekeren van een kerk. Een expert stelt hele andere vragen dan een junior, waardoor het verschil tussen kennis en de kennis die daarvoor nodig is om een polis te maken heel goed inzichtelijk is. Een ander proces voor deze functie is het proces dat start op het moment dat die kerk belt en zegt er is vannacht brand geweest en ik wil graag even vangen. Wanneer maken jullie het geld over? Waarbij een expert allerlei mooie vragen gaat stellen. Zeggen als het hout, is het aangestoken, heeft u de polis, mag ook eens komen kijken, wat is de oorzaak enzovoort. Waarbij je toch wel ziet dat een senior zich onderscheidt door een junior, van een junior de hele andere vragen te stellen. Ik noem nou even al het aspect van kennis en de kennissoorten. Ik ben ook onderwijskundige, naast dat ik bedrijfskundige ben. En als we kijken naar taken van mensen, de rol van kennis, we willen eigenlijk weten, naast vakkennis, naast organisatiekennis, naast omgevingskennis, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat weet iemand? Wat kan iemand? We werken veel met kennistaxonomieën. De kennistaxonomie maakt onderscheid tussen dingen weten, tussen dingen begrijpen, dingen reproduceren, dingen zelf doen en dingen integreren of verbeteren. Vervolgens kun je zeggen van kennis, het gaat over een feit, het gaat over een begrip, het gaat over een methode, het gaat over een relatie, of het gaat over een structuur. Op die manier kun je een kennistaxonomie vullen
Bijvoorbeeld aan de hand van de processen die ik net noemde. Het opnemen van een telefoon, het uitvragen van een persoon of het opstellen van een polis. Daar heb je bepaalde feitjes voor nodig. Je moet dingen kunnen opzoeken, je moet dingen kunnen weten, je moet dingen kunnen begrijpen. En op die manier, aan de hand van de kennistaxonomie, krijg je heel goed inzicht in expertkennis. Wat een expert onderscheidt van de junior bijvoorbeeld. De derde stap van de vier stappen die ik wil behandelen, is op het moment dat we grip hebben van wat is belangrijke kennis voor een organisatie. En wat weet die medewerker. Kunnen we gaan kijken hoe kunnen we kennis overdragen van een medewerker naar de organisatie. Globaal kun je zeggen zijn er twee strategieën voor. Je hebt de push-strategie en de pull-strategie. De push-strategie is veel gehanteerd, weinig effectief. Is dat in de laatste maanden, als je even geluk hebt, soms een jaar, dat een medewerker zijn kennis gaat spuien. Je zegt hier ben ik expert in, dit weet ik enzovoort, dit is belangrijk. Het is weinig effectief omdat op het moment dat die medewerker die kennis overdraagt, die expert, is dat de persoon die die kennis eigenlijk wil ontvangen, de relevantie er nog helemaal niet van ziet, nog niet bereid is het belangrijk en waarom dan en wanneer dan enzovoort. Dus het kennis duwen, de zogenaamde vele kennismarketingorganisaties, dat is denk ik heel weinig effectief middel. Daartegenover staat de poolstrategie, is dat je de organisatie even ontvankelijker maakt voor de ontvangst van die expertkennis van de medewerker. Door hem bijvoorbeeld een jaar lang mee te laten lopen. Zodat in time, wanneer een junior het nodig heeft, meest gezelprincipe-achtige dingen, leert hij van, dit moet ik nu doen, dit is nu relevant. Zodat zijn nieuwe kennis, degene die de kennis adopteert, ook een plek krijgt in een proces, in een werkproces enzovoort. Dus vanuit kennisbehoeften is er een trek vanuit de organisatie, een vraag aan de medewerker, aan de oudere medewerker, om zijn kennis over te dragen. Ik denk belangrijk bij het kiezen van kennisdragers. Je kan natuurlijk de persoon alles laten opschrijven. Je kan hem storytelling laten doen. Je kan hem procedures laten maken. Je kan hem ook laten samenwerken. Belangrijk bij de keuze van hoe gaan we dat nou doen. Op het moment dat die oude medewerker vertrekt, is denk ik de kenmerken van kennis. Die ik net noemde. Gaat het over feiten? Gaat het over begrippen? Gaat het over methodes? Denk ook de aanwezigheid van bestaande methodes in de organisatie. Waar is de organisatie gewend mee te werken? Is er een intranet? Is er een internet? Wordt al meestal gezelprincipes gehanteerd? Zijn mensen al gewend om projectevaluaties te maken waarin kennis is opgeschreven? Je moet ook natuurlijk kijken naar de omvang van de ontvangende gebruikersgroep. Moet kennis één op één worden overgedragen van een hele groep? Of betreft er maar een paar functionarissen? En volgens moet je ook eens kijken hoe de vertrekkende medewerker hoe die het liefst kennis zou willen overdragen. Je kan ook zeggen, je gaat over een jaar weg en schrijf al je kennis maar op. Dat is tamelijk omslachtig, denk ik. Dan moet je kennis op papier gaan schrijven, die computers gaan stoppen en vervolgens weer aan slag gaan maken naar medewerkers die iets mee moeten gaan doen. Dus je moet ook heel goed nadenken hoe zouden die mensen dat zelf willen. Onze ervaring is dat heel veel mensen vinden het heel interessant om een junior in de laatste paar jaren tegen zich aangeplakt te hebben. Je zegt loop maar mee en op die manier leer ik het je wel door trial and error, door het uit te leggen, door het feedback te geven. Andere oude medewerkers zeggen, goh, ik wil wel een soort cv, een soort verslag maken van de afgelopen jaren. Of ik wil wel een procedure schrijven of ik wil wel een soort best practices van de laatste jaren of de do's en don'ts op gaan schrijven. Ik denk dat het belangrijk is dat je niet alleen kijkt hoe de ontvangende organisatie die kennis wil ontvangen, maar ook, want dat is tenslotte die vertrekkende medewerker, wat zijn voorkeuren zijn bij het overdragen van kennis. Nou, we organiseren overdracht van kennis naar collega's via verschillende aspecten eigenlijk. Stel dat er een nieuwe medewerker komt, dan werken we met overdrachtsdocumenten, zodat de huidige medewerker het netjes overdraagt. Door ons asset management systeem, waar we de laatste jaren volop mee bezig zijn, hebben we een gestructureerde manier van werken. We leggen veel meer documenten vast. Die zijn ook beter benaderbaar en die passen we volop toe. Ja, en daarin zie je wel dat kennis vanuit het verleden heel erg veel in het hoofd zat en weinig op papier. In onze transitie naar onze asset management sturing zorgen we eigenlijk voor dat wij minder persoonsafhankelijk worden en meer systeemafhankelijk. Dat in ieder geval de kennis die er is gewoon in onze systemen terechtkomen. Dat is ook wel nodig, want de komende, pak een beetje 6-7 jaar, verdwijnt 30-40% van het personeel. Die gaat met pensioen. Dus we hebben ook wel, de nood is ook hoog om het snel over te gaan dragen. Ja, en dat past dus meer bij het toekomstbeeld ook, hè? Dat persoonsonafhankelijk en toekomstgericht zijn. Overdracht kan op verschillende manieren georganiseerd worden. We organiseren dat door jonge mensen samen op te laten lopen met wat meer ervaren mensen.
Maar dat niet alleen. We kijken ook hoe we bijvoorbeeld mensen die zijinstromer zijn, dus niet uit het vakgebied komen, gekoppeld kunnen worden aan mensen die wel uit het vakgebied komen. Maar dan met name de mensen die bijvoorbeeld jonger zijn. Dus dan krijg je een soort buddy model waarbij de jonge expert eigenlijk met ervaren rot, maar die een zijnstromer is, samen opgaan. Een bekend riedeltje is de cyclus van Nonaka en Toguchi achter mij. En zij onderkennen impliciete kennis en expliciete kennis. Het overdragen van impliciet naar impliciet, dus kennis die in je hoofd zit, naar iemand anders, is gewoon door samen te werken, door mee te lopen, door vragen te stellen op het moment dat er iets onduidelijk is. Impliciete kennis naar expliciet, dus het letterlijk uit het hoofd halen, heet externaliseren, is dingen opschrijven door de persoon. Door middel van storytelling, door middel van procedures enzovoort. En als een groot deel van die kennis expliciet is, dan kan iemand anders kan die gaan bestuderen, kan die gaan lezen, kan die gaan combineren. En zo ontstaat nieuwe kennis in de hoofden van nieuwe medewerkers. Wat vervolgens internaliseren wordt genoemd. Dus je kan spelen met de combinatie van impliciete kennis en expliciete kennis. Je kan met medewerkers die het ontvangen, of de organisatie, dan wel de medewerkers die de kennis moeten overdragen. Kun je met elkaar in gesprek zijn hoe zij het liefst kennis willen overdragen dan wel kennis willen ontvangen. Ik denk dat het actueel vraagstuk is, de oudere medewerker die vertrekt, de babyboomgeneratie gaat met pensioen. Dat is voor veel organisaties ook een moment om na te denken, wat maakt nou dat iemand een junior is, of een medior, of een senior? Wat is senior kennis? Wat kenmerkt expert kennis? Wat is eigenlijk een junior kennis? Wat moet iemand die hier net hier komt te werken, wat moet die dan leren? Voor projectmanagementbureau Utrecht hebben we een grote exercitie gedaan om dat soort kennis in kaart te brengen. Grote plaat achter mij. Waarbij we in eerste instantie hebben gevraagd, wat zijn de belangrijkste kennisgebieden voor een projectmanager van de gemeente Utrecht? Dat is kennis van ruimtelijke ordening infrastructuur, het domein waarop die projecten mee bezig is. Is kennis van van projectmanagers als vak aan zich. En dat is kennis van maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gebeurt er in de stad, wat gebeurt er in de provincie? Nou, vervolgens kun je kijken door mensen te volgen, door taakanalyse te doen. Wat moet een junior weten en kunnen, wat moet een medior weten kunnen, wat moet een senior weten en kunnen. Kijk de horizontale gebieden in de kaart achter mij. Dus het onderste gebied zijn mensen die net binnenkomen. Die moeten ook iets weten van de organisatie, de historie enzovoort. Een junior die moet ook al wat dingen inhoudelijke kennis hebben, iets van projectmanagement weten. En tenslotte de senior, die is echt expert op een vakgebied, expert op een domein zoals infrastructuur. En die is expert op het gebied van projectmanagement. De kleuren op deze kaart staan voor de wijze waarop de kennis het best overgedragen kan worden. Volgens de organisatie, volgens de medewerkers die met pensioen gaan en volgens de literatuur. En je ziet naarmate de kleurtjes naar boven, die zie je van kleur veranderen. En het is steeds meer is dat impliciete kennis die door middel van socialisatie, door samenwerken, door meestergezel overgedragen kan worden. Nou, door de jaren heen, lopen veel in organisaties rond, in kleinbedrijven, in grootbedrijven, in multinationals, in ministeries. We hebben een hele riedel aan methodes verzameld om kennis over te dragen, om kennis te borgen, om kennis expliciet te maken, om kennis tijdens werk over te dragen enzovoort. En kennis borgen moet je wel uitleggen. Je kan natuurlijk kennis borgen in een groep, in mensen, in een hoofd. Je kan ook kennis borgen in systemen. Op het moment dat je het eerste doet, dan moet je wat meer aan HRM gaan denken en zorgen dat je als je kennis overdraagt van senior mensen naar andere mensen, dat die mensen aan wie het overdraagt, dat die wel weer terugkomen en niet de volgende vertrekkende medewerkers zijn. Nou, terugkijkend op 10, 15 jaar oudere medewerkerprojecten in organisaties, het borgen, het kennis overdragen enzovoort, hebben wij eigenlijk 4 adviezen. Benut het vertrek van oudere medewerkers om na te denken welke kennis is eigenlijk relevant voor organisaties. Eigenlijk de eerste stap. Een veelgemaakte valkuil is om kijken of je grip kan krijgen op al die kennis zonder na te denken of die kennis eigenlijk wel relevant is voor je organisatie in de toekomst. Een tweede inzicht is wel dat die oudere medewerker vooral veel organisatiekennis en omgevingskennis heeft. Onze ervaring is dat de oudere medewerker heeft de afgelopen jaren, de laatste jaren van zijn carrière, niet meer eindeloos cursus en opleiding gedaan. Hij wist dat hij met pensioen ging. Dus van vakkennis is meestal niet de meest state-of-art zijnde kennis in de organisatie. Maar weet je wel heel veel van de organisatiehistorie. Oh, dan moet je bij die zijn. Oh, dan moet je even daar kijken. Dat documentje kan je daar en daar vinden. Moet je even bij die en die binnenlopen. Oh, zo doen we dat altijd. Dat soort typische kennis van de organisatie. Daar zijn ze vaak letterlijk expert in. En ook het hebben van netwerken. Bij je moet je buiten de organisatie zijn. De zogenaamde omgevingskennis.
Nou, tot nog toe, daarnaast richt je op de poolstrategie. Dus ga niet zomaar kennis uit hoofd van oude medewerkers in kennismarkt en dat soort dingen in je bedrijf storten. Want er zit eigenlijk niemand op te wachten, niemand kan het plaatsen, niemand heeft op dat moment behoefte aan. Het is veel zinvoller om die medewerker, de oude medewerker, een jaar lang bijvoorbeeld de tijd te geven en te koppelen aan junior mensen, junior medewerkers. Stories laten opschrijven, methodes laten maken, waardoor beetje bij beetje kennis wordt overgedragen naar de organisatie. Een belangrijk punt is denk ik, nou wat je ook aan de kaart zag, het overzicht van de gemeente Utrecht, richt je op socialisatie, kennisoverdracht via samenwerking. Het is heel lastig om kennis zomaar vast te leggen op papier. Het is veel effectiever om mensen mee te laten lopen, vragen te laten stellen aan experts en op die manier kennis aan de organisatie, in de organisatie te borgen. Nou, ten slotte, we hebben er veel over geschreven, we hebben er veel onderzoek naar gedaan. We hebben een praktisch boek kennis in uitvoering geschreven met veel scans en methodes om kennis expliciet te maken. We hebben een boekje geschreven over kennismanagement in projecten, waarbij ook al bij de wisseling van de wacht binnen projectteams ook de vraag was hoe kun je nou kennis borgen op het moment dat een projectteam wisselde. En het laatste boekje is een casus van Volker Wessels-Stevin, die letterlijk bij ons met de vraag kwam hoe kunnen we kennis van oude medewerkers behouden op het moment dat zij met pensioen gaan, waar ook waardevolle casussen en voorbeelden in staan. Ik dank u wel.